Merry Christmas, everyone! Hi, welkom. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van de Christmas Series. Woehoe. Ik moet iets bekennen. Ik heb namelijk tegen jullie gelogen. Ik zei natuurlijk tegen jullie in de Rituals Adventskalender Unboxing video dat dat de laatste adventskalender zou zijn van dit jaar. Oeps. Ik zie deze kalender nu al enige tijd voorbij komen in mijn Instagram feed en eigenlijk overal op social media. En ik dacht, ja, nog één, weet je, het is toch weer een hoop geld. Maar ik had zoveel goodie points gespaard dat ik hem voor de helft van de prijs kon kopen. Dus ik dacht, oké, waarom ook niet? Voor wie niet bekend is met Goodiebox, in deze video, aan die kant of aan die kant komt hij, leg ik precies uit wat Goodiebox precies inhoudt. En onder die video staat ook een link waar jij je eerste box met 50% korting kan bestellen. Dit is dus de 24 Days of Your Self-Recharge Time Advent Calendar. Ik ben heel erg benieuwd wat erin zit. Ik heb net even gecheckt. Er zit een waarde in van €482. En als je member bent bij Goodiebox, dan kost die €99,95. Ik kan er wel weer uren over gaan praten, maar dat ga ik niet doen. Laten we maar gewoon lekker gaan uitpakken. Toch? Dat zeg ik wel. Dan krijg ik karton nog niet eens af. Are you kidding me? One eternity later. Het heeft even geduurd voordat ik het karton eraf had, maar het is me gelukt. Het is een laagjesysteem. En dat vind ik nu al te gek, want dat betekent dat als hij leeg is, dat ik hem kan bewaren en dat ik er weer andere spullen in kan stoppen. Sieraden, make-up. Top. Goed bedacht, Goodiebox. Ik ga het bovenste laadje maar openmaken, want ik denk dat nummer 1 daarin zit. Die zit inderdaad hierin. Ik zie nu al, het zit niet op volgorde. Dus het wordt even zoeken en alle laadjes constant opentrekken. En in doosje 1 zit. Het blijft leuk. Na al die adventskalenders vind ik het nog steeds leuk om te doen. Een La Rosée Gommage du Visage Gentle Face Scrub. Organic Aloe Vera, all skin types. Oké, gaan we door naar doosje 2. Maar ik moet even zoeken. Ah, hij zit in het tweede laadje. Doosje nummer 2. Een Beaver Nutritive Moisturizing Shampoo. Ik wil even ruiken, maar ik ruik weer eens niks. Maar goed, het is een shampoo. Ik ken het niet, maar het zal vast doen wat het moet doen. Gaan we door naar doosje 3. En in doosje 3 zit een e-cooking multi-balm with organic argan oil en olive oil. En het is een 50 milliliter. Ja, er staat multi-balm. Dus ik neem aan dat je dit voor... Ah, het staat er gewoon op. Lisa, leer nou eens lezen. Extremely moisturizing for dry skin and lips. Oeh, dit is echt heel dik. Oh, sorry, ik stak bijna mijn middelvinger op bij jullie. Maar het is echt heel dik. En het lijkt wel een soort vaseline. Het ruikt niet heel lekker. Er staat fragrance free. Nou, sorry hoor, maar dit is niet fragrance free. Het ruikt een beetje verbrand. Naar verbrand rubber. Nee, ik ben er niet kapot van. En dan gaan we nu naar vakje nummer 4. En die zit volgens mij hier. Nee, die zit hier. En in vakje 4 zit een Realer of Realer Be Yourself Be Realer Moisturizing Lipstick in de kleur Deep Red. En deze ga ik natuurlijk even bekijken. Ik krijg hem niet open. Oeh, het is wel een hele mooie verpakking. Oeh, oh, dit is wel een mooie kleur hoor. Die wil ik wel even swatchen op mijn hand. Hoe ga ik dit nou weer laten zien? Ik heb het zo niet tactisch gewoon. Nou, beter dan dit wordt het niet, jongens. Ik heb het weer op een onmogelijke plek op mijn hand gedaan. Ik vind het wel een mooie kleur rood. Ik ben over het algemeen niet zo'n fan van rode lipstift. Maar dit vind ik wel nice. Door naar vakje 5. Even zoeken weer. Ah, hier. Oeh, het is een hele grote. Ik denk dat het een goudstaaf is. Of een baksteen. Ik weet niet. Waarom is het zo groot? Wat is het? In vakje 5 zit een Mikura Pink Modeling Mask. Een 2-step mixing kit. Het is een luxurious facial peel-off mask. En je moet dit kennelijk zelf mixen en dan op je gezicht smeren. Origineel, kende ik niet. Oké, door naar doosje nummer 6. Wat hebben we hier? De Fix & Rouge Renew Refine Pore Detox Revival Serum. Het is dus een serum. Het is een hydropore serum. En je smeert het 's ochtends en 's avonds op je gezicht. Ook dit merk ken ik helemaal niet. Ik ken tot nu toe eigenlijk sowieso alleen maar La Rosée. En ook dat merk ken ik door Goodiebox. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk. En wellicht zijn dit ook wel gewoon dingen die straks in mijn vaste skincare routine komen. Dan gaan we door naar vakje nummer 7. En in vakje 7 zit By Jam glitter sokken. Leuk voor de kerstmis. Wel leuk dat er even iets anders in zit dan beautyproduct of skincare.
Gaan we door naar nummer 8. En in vakje nummer 8 zit een Ivy Aya hand cream with cocoa butter en vitamin E. Ook dit merk heb ik leren kennen door middel van Goodiebox. Er zat een tijdje geleden een facial cream in, of een gezichtscreme in van Ivy Aya. En die gebruik ik eigenlijk bijna elke avond. Want die is heel erg lekker vet. En voor overdag vind ik die een beetje te heftig. Maar voor 's avonds vind ik die dus echt te gek. En er zit geen parfum in. En het is 100% vegan. En het is allergy certified. Nou, jongens, wat wil je nog meer? Dan gaan we door naar vakje nummer 9. Die zit niet hier. En in vakje nummer 9 zit een Starskin Dream Kiss Plumping and Hydrating Biocellulose Lip Mask. Ik heb natuurlijk in een vorige video, of twee vorige video's zelfs, al gezegd dat ik onwijs fan ben van de maskers van Starskin. En dit is dus een lipmasker. Die heb ik volgens mij nog nooit gebruikt, dus hier ben ik heel erg benieuwd naar. Door naar doosje nummer 10. In doosje 10 zit een We Love the Planet deodorant. Een vegan deodorant. En dan moet ik zelf even kijken hoe dit werkt. Het ruikt wel lekker. Maar doe je dan gewoon dit en dan onder je oksel of zo? Ik weet niet hoe dit werkt. Ik ken het helemaal niet. Geinig. Nooit eerder gezien. Benieuwd of dit ook echt goed werkt. En dan zijn we alweer bij doosje nummer 11. In vakje nummer 11 zit een MCO Beauty of een MCO Beauty lipgloss in de kleur Tickle. Tenminste, ik denk dat het een lipgloss is, want het staat er niet op. Zal ik hem gewoon gaan proberen anders? Oh, dit is wel mooi. Dit is gewoon een doorzichtige lipgloss. Ik weet niet eens of je dit gaat zien. Nee, je ziet dat niet eens op camera. Maar er zit een, nou ja, een glittertje in. Een heel subtiel, oranje-achtig, peachy glittertje. Door naar doosje 12. En in doosje nummer 12 zit een Sandstone Kohl Eyeliner Smooth and Creamy Texture. En dit is gewoon een zwarte oogpotlood, denk ik. Maar ik zal hem even uit het doosje halen en het laten zien. Ja, het is gewoon een simpel zwart koolpotlood, maar dat is altijd handig natuurlijk. Dan ga ik door naar doosje nummer 13. En in doosje nummer 13 zit een Phase Zero Desert Mirage Highlighter. Niet open. Oeh, die is nice. Ik hoop alleen niet dat die iets te donker voor me is, maar ik zal hem even... Oh nee, dit is wel echt een mooie kleur hoor. Ik hoop dat jullie dit kunnen zien. Hier zit hij. Ik vind hem wel heel mooi. Goed, gaan we door naar vakje 14. En ik heb natuurlijk nu overal highlighter zitten. Handig. En in doosje nummer 14 zit een Goodiebox parfumverstuiver. Kijk, je draait hem er zo uit. Kijk, ik weet niet eens hoe je dit eraf krijgt. Hoe krijg je het eraf? Oh, hey. Oh, ik heb hem al. Volgens mij zet je dit dan zo op je parfum. Ik weet helemaal niet hoe dit werkt, joh. Ik moet ook eerlijk zeggen, om me nou zo'n leeg ding te geven, ik weet het niet. Oh, hij flikkert ook uit elkaar. Heb ik het kapot gemaakt? Ja, wat moet je hier nou mee? Je had er dan een testgeur in gedaan of zo. Het is niet per se een stom cadeau, alleen ik weet nu al dat ik het niet ga gebruiken. Maar leuk. Leuk. Oké, dat was nummer 14. Dan gaan we nu door naar nummer 15. En in doosje 15 zit een Youth Lab Candy Scrub and Mask. Deeply exfoliates to leave skin soft and radiant. Maar het is dus weer eigenlijk een scrub, want dit was toch ook wel een scrub? Oké, maar dit is een scrub and mask. Ik ken dit merk ook niet, maar ik denk dat ik dat de rest van de video ga blijven zeggen. Maar goed, weer iets nieuws om uit te gaan proberen. Door naar doosje nummer 16. Het is een hele grote doos, maar ik heb het idee dat er iets heel kleins in zit. In doosje nummer 16 zit een Nire Beauty oogschaduwkwast. Oeh, hij voelt heel zacht. En hij is natuurlijk heel mooi door de gouden glitters die allemaal in de steel zitten. En met een kwast maak je mij altijd blij, want dan kan ik er niet genoeg van hebben. En dan gaat het toch al best wel weer hard, hè? Want dan ben ik alweer bij doosje 17. In doosje 17 zit een Pase Mono Eyeshadow Pink Pearl. Ik zal het wel helemaal verkeerd uitspreken, want ik ken het merk niet. Wat een verrassing. Ik ken het merk niet. Oh, dit is echt een hele lichte roze kleur. Ik kan wel heel hard mijn best gaan doen en dit aan jullie proberen te laten zien. Maar ik denk niet dat je wat ziet. Oh, nou, verrassing toch wel. Wel mooi. Door naar doosje nummer 18. Wat een overdreven grote doos. In vakje 18 zit een Aurelia Probiotic Skincare Revitalize and Glow Serum. Ik ben persoonlijk heel erg fan van serums, dus ik ben hier alleen maar blij mee. En er zit jasmijn in. Plumeria, tuberose en mandarin. Wat zijn plumeria en tuberose? Vraag je dan af. Dat weet ik ook niet. Het is een 15 ml en er staat op dat het een award-winning lightweight serum is. Dus ik ben heel erg benieuwd. En dan ben je zo alweer bij doosje nummer 19. En in doosje 19 zit een Avant Supreme Hyaluronic Acid Antioxidizing Duo Moisturizer. Let's try it. Oeh, dat voelt fijn. Ruikt heel lekker. Het voelt ook echt alsof hij heel goed hydrateert. Als je een beetje een droge huid hebt, is dit volgens mij helemaal te gek. Blij mee. Het enige jammer aan het opnemen van deze video's met die kalenders is dat je weet dat er een moment komt dat je er bijna doorheen bent. Ik ben namelijk alweer bij vakje nummer 20. En in vakje nummer 20 zit dit.
En ik weet nog niet wat het is, dus dat ga ik er even uithalen. Een Mind Gua Sha, en dat is zo'n ding. Het is dus van Moshi Moshi Mind. Volgens mij is het een jade steen. Het is in ieder geval een natuursteen. Oh, bij mij is er een hapje uit. Dat is een beetje jammer. Er staat dat je hem 5 tot 10 minuten elke dag moet gebruiken. En dat het helpt bij het verfijnen van je poriën. Het minimaliseren van fijne lijntjes en rimpels. En zo zijn er nog een aantal dingen waar het goed voor is. Ik wilde al een tijdje zo'n jade gezichtsroller hebben. Maar dat is er nog niet van gekomen. Maar dit doet volgens mij ongeveer hetzelfde. Of zeg ik nou weer iets wat niet waar is. Maar ik weet wel dat je met dit deze beweging moet maken. En volgens mij deze. Of juist naar beneden. Ik moet zelf ook even een filmpje opzoeken. Maar ik ben heel nieuwsgierig hiernaar. Ik ben benieuwd wat dit gaat doen als je dit op de lange termijn gebruikt. Oké, dan gaan we door naar vakje nummer 21. En in vakje nummer 21 zit een Effect Skin Luminizer Pearl Powder. En het schijnt dat dit een transparante poeder is. Maar ik laat hem heel even dicht zitten. Want ik weet nu al dat als ik dit open ga maken, nu hier op deze plek, dat al die poeder dan overal zit. Dus daar ga ik me even niet aan wagen. Door naar doosje nummer 22. En in doosje nummer 22 zit een Balance Me Wonder Eye Cream. Ik moet eerlijk bekennen dat ik voor het openmaken van al deze adventskalenders nooit echt specifiek een oogcreme gebruikte. Maar ik ben wel om. Ik vind het toch wel prettig. En ik merk nu toch ook wel al een beetje verschil. Ook al gebruik ik het nog helemaal niet heel lang. Ik zie toch al wel een klein beetje verschil in de fijne lijntjes en de rimpeltjes. Dus dat is zeer positief. Ik heb inmiddels aardig wat favoriete producten uit alle adventskalenders gehaald. En ook daar ga ik een video over maken. En ook toelichten waarom het mijn favoriete producten zijn. In diezelfde video ga ik ook bekendmaken hoe jij kans maakt op het giveaway pakket. Het giveaway pakket is een pakket bestaande uit allerlei producten uit alle adventskalenders die voorbij zijn gekomen. En dat pakket ga ik verloten onder mijn abonnees. Dus wil je kans maken, abonneer je dan op mijn kanaal. Zo, dan zijn we aangekomen bij het ene laatste doosje. Deze kalender gaat namelijk tot 24. Dus we zijn aangekomen bij doosje nummer 23. En in doosje nummer 23 zit iets waar ik heel erg blij van word. Er zit namelijk een Nails Ink Nail Kill Base Coat in. Ik hou heel erg van nagellak. Ik vind mijn nagelslakken leuk. En in de vorige goodiebox zat ook een product van Nails Ink en dat was de topcoat. Dus nu heb ik een basecoat en een topcoat. Super. Ik moet jullie wat vertellen. Ik heb slecht nieuws. We zijn namelijk aangekomen bij het allerlaatste doosje van de allerlaatste adventskalender van 2020. Het is wel weer een hele grote doos. Nou, dan gaan we. Met pijn in mijn hart. Het is een Mikura Body Scrub 2-in-1. Een body wash en scrub gel. Biodegradable glitter zit erin. Oh mijn god, er zitten glitters in. Vind ik het echt de klapper van de kalender? Nee, niet per se. Het is natuurlijk ook al de derde scrub hè, die ik heb gehad. Ik vind 3 scrubs in 1 kalender dan toch wat veel. Maar als ik bedenk wat ik voor deze kalender betaald heb, is het het dubbel en dwars waard. Goed, dat was hem dus. De allerlaatste adventskalender voor mij van 2020. Dit was de Goodiebox adventskalender. Wat vond jij ervan? Laat het me weten in de comments. Ik ben zelf eigenlijk wel heel erg tevreden. Het is een zeer gevarieerde kalender met heel veel producten die ik eigenlijk niet ken, maar waar ik wel heel nieuwsgierig naar ben om ze uit te proberen. Vond je dit nou een leuke video? Geef hem dan natuurlijk even een like. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal om kans te maken op het giveaway pakket of omdat je het gewoon leuk vindt. Want je helpt me daar echt enorm mee. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop jullie allemaal weer te zien bij een nieuwe video. Dankjewel.